Dus moet er nog even goed getraind worden. En dat gebeurt vanochtend voor het eerst weer na de zomerstop in Zeist. Iedereen beseft maar al te goed hoe belangrijk het duel tegen Noorwegen is. Wat wordt het strijdplan? Hoe gaan we die Nooren pakken? Nou ja, vooral natuurlijk hebben zij kwaliteit in de ploeg. Maar we moeten ook naar onszelf kijken. En ja, hoe wij de afgelopen maanden hebben gespeeld, daar moeten we aan vasthouden. Ja, we moeten gewoon echt onze eigen dingen doen. En dan zit er heel veel in deze ploeg. Het zou zomaar kunnen dat we volgende week ons op een WK kunnen voorbereiden. Dat kan heel goed, daar gaan we alles aan doen. Nederland staat na 7 duels bovenaan in groep 3. Maar als Noorwegen vrijdag het uitduel wint bij het nietige Slowakije, dan nadert het Oranje tot op 1 punt. Mocht Nederland dan dinsdag uit bij de Nooren verliezen, dan eindigen we als tweede. En dan moet Oranje met 3 andere nummers 2 gaan strijden om slechts 1 ticket. De fans maken zich niet al te ongerust. Gaan we die Nooren oprollen, denk je? Ja, tuurlijk. Ja. Waar is het vertrouwen op gebaseerd? Op het EK en alle andere keren. En als je dit zo ziet. We gaan gewoon winnen, dus ja, geen discussie over mogelijk. We gaan zeker winnen, het komt zeker goed. Iedereen is vol vertrouwen hier. Ja, de. Ik maak even een rondje langs het wel. Nou, iedereen denkt wel, nou, dan gaan we wel even winnen in Noorwegen. Nederland die verwacht natuurlijk dat wij naar het WK gaan, maar voor ons is het nog steeds wel bijzonder. Omdat het pas de tweede keer is dat we dit kunnen meemaken. Zit je daar al nog een beetje met je gedachten? Of niet? Lekker in Frankrijk volgend jaar? Nee, ik zit met mijn gedachten in Noorwegen.